Dit zijn de Benelux kampioenschappen. Dat is om de 2 jaar. Normaal gezien doen we dat samen met Luxemburg, om de 3 jaar. Maar nu is het alleen België en Nederland. Het zijn heel belangrijke kampioenschappen. Hier worden ook de selecties voor de Europese en wereldkampioenschappen bepaald. Je zou met andere woorden voor minder zenuwen krijgen afgelopen weekend bij Lommelski, waar de Benelux kampioenschappen blootvoet waterski plaatsvonden. En dat konden we merken bij een van de deelnemers, amper 14 jaar oud, maar nu al een krak in zijn vak. Ja, een beetje. Niet voor alles, maar vooral voor het schanspringen. Wat is daar zo moeilijk aan? Dat is een beetje het extreemste van blootvoet en daarom hebben we er ook een beetje stress voor. Gezonde stress bij de 14-jarige Ian, die zich voor het schanspringen eerst nog moest opmaken voor de diverse andere disciplines. Ze hebben 3 onderdelen. Dat is slalom. En slalom bij blootvoeten is dus eigenlijk het kruisen van de hekgolven, voorwaarts of achterwaarts, op 2 of op 1 voet. En natuurlijk, achterwaarts op 1 voet scoort natuurlijk meer dan achterwaarts 2 voeten. Het is hetzelfde voor voorwaarts. Dan voor het figuurskiën is het hetzelfde. Er zijn een aantal figuren die naar gelang de moeilijkheid dus ook meer punten opleveren. En dan springen, dat is de 3e en de meest spectaculaire vorm van blootvoetwaterskiën, is dus over een kleine schans. En het komt er dus op neer zo ver mogelijk te springen. En er zijn diverse stijlen voor. De klassieke stijl, dat is dus gewoon met de blote voeten erover. En dan springt men ongeveer in 15, 16 meter. Maar men heeft dus nu ook de inverted style. Dat is dus dat de skier zich de lucht ingooit en dan tot 30 meter kan springen. Maar eerst moesten de waterskiers wel nog de plas op voor het figuurskiën en de slalom, waarvan u de beelden kan bekijken. Geen evidente opdracht, al kunnen we geruststellen. Indien u van snelheid houdt, een kick op het water wil die niet te evenaren is, dan kan u zich best eens inschrijven op een van de sessies waar u kan kennismaken met deze geweldige sport. Wij organiseren ook boomwedstrijden. Dat zijn voor amateurs eigenlijk. En dat is voormiddag trainen, namiddag doet je mee met de wedstrijd. Wel aan de boom, aan de zijkant van de boot. En zo leert je alles. En het blijkt echt niet moeilijk te zijn dat deze sport hoge toppen scheert en aanslaat bij jong en ouder, konden we vaststellen bij het ledenaantal op Lommelski, want deze springen de pan uit. Op dit kampioenschap zagen we enkele deelnemers die tegen het water gingen, maar zonder dat er iemand een blessure opliep. Ze is eigenlijk wel een beetje gevaarlijk, omdat natuurlijk de snelheid ligt hoog. Zelfs bij het slalom en bij het figuurskiën ligt de snelheid tussen de 60 en de 70 km per uur. En dan vallen op het water is zo hard als op een betonnen vloer vallen eigenlijk. Natuurlijk bij het schanspringen is het iets anders. Het raken van de schans geeft al een enorme druk op het lichaam. En dan de landing, als die niet 100% genomen wordt, kan wel eens serieuze valpartijen opleveren. Vooral spectaculaire valpartijen zonder veel erg. Maar misschien is dat net nu de kick die u en ik eens moeten ervaren om op blote voeten op het water te staan. Het is een uitdagende sport. Iemand die een beetje gevoel heeft voor snelheid en die een beetje gevoel heeft voor, voor ritme, gaat zich zeker aangetrokken voelen om deze sport te kunnen doen. Het is heel moeilijk en daarom wil je ook meer en meer gaan trainen en dan is het ook leuk dat je dingen kunt. Iedereen zegt hetzelfde. Het is gewoon de kick. Het is gewoon een gevoel van vrijheid. Je kunt dan niks anders denken als aan hetgeen dat je aan het doen bent. Je moet heel geconcentreerd zijn. Gewoon een gevoel van vrijheid. Voilà, en bij deze bent u alvast uitgenodigd om deze spectaculaire sport eens zelf uit te proberen. Dat kan op diverse plaatsen in Vlaanderen. En alle informatie vindt u terug op onderstaande website.